Mijn naam is DutchTuber en ik geloof niet dat jij deze video kan liken als je weet waar de afkorting BTC voor staat. En ik geef je een kleine tip, misschien staat het woord ook wel in de titel. Misschien niet, misschien wel. Maar het heeft te maken met munten. Een soort van digitale munt. Als je het weet, like de video. Welkom, vandaag gaan we er iets leuks van maken en bij deze komt het antwoord. Ik ben benieuwd of jullie het goed hadden. Bitcoin Tycoon! Super awesome. Ja, dit is Bitcoin Tycoon. We gaan er wat leuks van maken. Hackerkleding? Are you serious right now? Wat, deze is wel gaaf. Dit is een soort van, I don't know, regenboogpyjama van een hacker. Hoe duur is dat? En kan ik dat überhaupt aantrekken? Ik kan het proberen. Wauw. Waarom zou je het überhaupt kopen als je het gewoon gratis kunt aantrekken? Dit ziet er echt heel erg gaaf uit. We kunnen een mining farm kopen voor 49 Robux. En wat is een mining farm dan precies als ik vraag hem? Dit is een mining farm? Oh. Het is letterlijk een computer die bitcoins genereert voor ons, terwijl wij niks hoeven te doen. Oké, start bitcoin minen. Yo, check this out, man. Deze bitcoin dropper is awesome! Even nootje. Hey, yo, dit is gaaf, man. Click to hack. Ik heb zojuist iets gehackt in Roblox. Oh. Ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. We kunnen de computer upgraden. We kunnen de computer nog een keer upgraden. We kunnen een mini hack server kopen. We kunnen de mini hack server upgraden. We kunnen een Bitcoin Miner 2 kopen. We kunnen meer muren kopen. We kunnen Bitcoin Miner 3, Bitcoin Miner 4, Bitcoin Miner 5, Bitcoin Miner 6, Bitcoin Miner 7. Wow, dit is echt een gekke Bitcoin Miner. En we kunnen zelfs een super Bitcoin Miner met een upgrader kopen. En als we hierop klikken, dan gebeurt er denk ik, ja, dit is echt bizar. Dit is sick. We hebben gewoon onze eigen Bitcoin. Gewoon onze eigen Bitcoin factory hier zo. We kunnen hackers aanschaffen die voor ons gaan. We hebben zojuist contact gelegd met een echte Bitcoin hacker in Roblox. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik weet serieus niet wat ik hiervan moet vinden. Oké, een cash kanon. Wat? Wat? Dit is... Oké, luister. Dit is echt super grappig. Het is letterlijk een kanon die Robux afvuurt. Like, je staat in de winkel. De beste vrouw of meneer aan de kassa vraagt aan jou. Met de pin? Of contant? En dan zeg jij, met een kanon. Ah! Nee, rustig. Pssch. Hou de rest maar. Hey, dat is toch genius, man? Een money bag, oké. En een piggy bank. Maar wat kun je met een piggy bank? Kun je daar iets mee? Oh! Het regent Robux, ik ben blij. Want die Robux zijn bij mij. Het gaat van tja, 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 tja. Hey, hey, tja, tja, tja. Ik weet echt niet wat ik doe. Het spijt me, maar dit is episch. Een tapijt, alright, daar doen we het voor. Een televisie, ook fijn. Wie kijkt dit nou weer op de tv? Dit is gewoon letterlijk een mega noob army. Hey, het ziet er wel even uit, to be honest. Oké, wat hebben we nog meer? Een sofa voor 60 bitcoins. Alles is ook gewoon in de kleur van bitcoins. Muren. Een upgrade voor de muren. De muren afmaken. Een tweede verdieping. Een trap naar de tweede verdieping. Een driveway. Wat? Een Lambo? Wat? Een Lamborghini? Maar wacht, kan ik er wel in? Ik kan er niet in. Waarom? Oh, het is meer een testmodel. We kunnen ermee flexen, maar we kunnen er niet in rijden. Dat is jammer. We kunnen een fontein kopen. Oh, wow. Bro, oké, luister. Dit is echt serieus een van de mooiste decoratiestukken die ik ooit in Roblox heb gezien. Naast een bil. Nee, grapje. Nee, dit is awesome. Een giant bitcoin. Bro, dit is amazing, man.
Oké, ik moet er denk ik wat bitcoins bij kopen voordat het zometeen te laat is. Dus bij deze. Invest on second floor staat er. Ik weet niet wat dat betekent. Ja, ik weet wat dat betekent. Investeren in de tweede verdieping. Maar ik weet niet wat er gebeurt als we dat doen. Wij kunnen hier een pad kopen. En er zijn hier allemaal willekeurige auto's. We kunnen zelfs een boom kopen. Wil je een boom kopen? Dat is dan 130 bitcoins, alstublieft. Oké, like, ik wist niet dat ik een boom kon kopen. Dat is trouwens niet mijn boom. Ik moet voor mijn boom waarschijnlijk aan deze kant zijn. Ja, dacht ik al. Oh, dit is echt geniaal, bro. I love this. Dit is echt super grappig. Ik heb ook gewoon letterlijk een Lamborghini out in die open. Oké. Ik zou zeggen, laten we... Dat is Dutch Tuber Jobs Property. Mijn property. Nog een grote bitcoin. I like it. Oh, een kluis. Maar er zit niks in. Want zeg maar... Ik bedoel, ik heb geen kluis, dus ik ben geen kluiservarende. Maar ik geloof dat een kluis, zeg maar, open kan als je draait of zo. Of moet je een code hebben? Ik denk dat je een code moet hebben. Dit klinkt echt heel noob. Ik denk dat je sowieso een code moet hebben. Maar goed. We moeten de investeringen ontgrendelen. Oh, er staat dat we hier kunnen investeren in bitcoins. Dus we doen een grotere investering. Nog een grotere investering. We hebben nu de allergrootste bitcoin investering ooit gedaan. Alright, dure lampen. Ik vind ze echt serieus spuuglelijk, maar... Weet je, kijk, sommige mensen hebben dat serieus. Die denken dat alles wat duur is, mooi is. Maar ik ben echt de laatste die zo in elkaar zit. Maar ik ben echt die... Misschien omdat ik de dure lampen niet kan betalen. Maar nee, even no joke. Vaak als ik in een winkel ben en ik zie zeg maar van die hele dure dingen staan. Dan denk ik soms legit, zonder dat ik überhaupt de prijs nog heb gezien. Hè, maar dan denk ik van, wat is dat lelijk. En dan zie ik iets heel goedkoop staan. Ook zonder dat ik de prijs nog heb gezien. Bijvoorbeeld echt van 1 of 2 of 3 euro. En dan denk ik van, dat is een mooi lampje. En dan is het gewoon echt zo'n paar euro. Ja, ik weet het niet. Ik heb dat gewoon. Misschien... Heb ik een goedkope smaak? Ja, ik hou ook serieus wel van goedkope boodschapproducten. Ik weet niet waarom. Goed, let's go. Oké, het is gewoon een mega kluis in the middle of nowhere. Het enige wat ik wel altijd gewoon, haal van de merk himself is Nutella. Ja, sorry, het is gewoon, het kan ik niet laten. Maar ook gewoon die goedkope chocopasta, die iets goedkope. Easy. Lekker man, het is chocola. Kom op, hey, alles met cacao is nice. Alles met cacao is nice. Oké, we hebben hier een slaapkamer. Wow! Oh, wacht, dat zijn jurken. Dat is niet mijn slaapkamer. En er is make-up. Nee, dat is overduidelijk niet mijn slaapkamer. Nou, misschien wel. Nee hoor, dat is niet mijn slaapkamer. Er zou niks mis mee zijn, maar het is niet mijn slaapkamer. Even kijken. Als ik zo vaak zeg dat het niet mijn slaapkamer is, gaan mensen denken dat het wel mijn slaapkamer is. Het is niet mijn slaapkamer. Oké, raampies. Wat hebben we hier? Nog meer raampjes voor 2000. Daar doen we het voor, hotse vlots. En een trappetje. Ja, dat is op zich ook wel fijn. Een trappetje, zo doen we dat. En dan hebben we hier een badkamer. Ik denk dat deze badkamer serieus ook al... Wat is dit voor een rare deur? Ligt het aan mij of is het echt een totaal andere deur dan deze? Ja, het is echt een totaal andere deur. Wat? Oh, dit is wel één gekke badkamer, man. Dit is wel echt... Yo! I don't know. Maar wat is... Het is alleen heel eng, zeg maar. Je kijkt naar buiten, right? En dan zie je een grote stad. Maar als je dan zeg maar echt naar buiten kijkt, dan is dat er niet. Dus dat vind ik een beetje creepy. Dit is zo random. Oké, nee, sorry. Ja, zoveel deuren. Ik ben dit niet gewend. Ik heb niet zoveel deuren. Oké, waar moet ik naartoe? Oh, er is nog een verdieping. Meen je dat? Is er nog een verdieping? Oh, we kunnen investeren. Kunnen we... Oh, dus als we hier tegenaan lopen, dan investeren we bitcoins. Ik weet niet wat dat betekent. Waarschijnlijk krijgen we er dan meer terug. En de keuken. Ligt het aan mij? Of heb ik nog nooit zo snel een keuken zien ontstaan? Bro. Dit is wel echt een next level keuken. Ik heb zo'n keuken nog nooit in het echt gezien. Dit is echt zo'n wow. Ik bak mijn eieren op de plek waar ik eet, yo. Dat is echt... Nee, never seen that one before. Never had that one before. Oh, dit is ook nice. Dat is een gezellig plekje waar je kunt shoppen. Waar je lekker kunt eten. Wat hebben we hier? Hier hebben we... Oh, coole hoeden. Ja! Oh, wat is dit? Kan ik iets... Ik wil... Ik ben nu zelf een bad guy. Tenminste, niet iedereen met zo'n muts is natuurlijk... Oké, laten we het hier alsjeblieft... Een money table. Wat is een money... Is het gewoon letterlijk een tafel met money? Een money stack. Dit zijn definitely de meeste bitcoins die ik bij elkaar heb gezien, like ever. Dit zijn gewoon stapels met briefjes van 100 Robux. Ik zei bitcoins, hè. Robux, alright. Robux. Dames en heren, als jullie een deel 2... Oh.
Ik heb bitcoins gekregen omdat ik bitcoins investeerde? Oké, okay, I guess. Vond je het een leuke video? Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jij wilt dat ik vaker bitcoins in Roblox. Adios.